weet niet waar de wc is. Zij is nat, ik ben nat. Dat is echt geweldig. Dus als je... We zijn nu hier op Taos. Nog een bus pakken, maar het weer ziet er niet zo goed uit. Maar dat is altijd in de ochtend en in de dag gaat dan super mooi weer worden. Ik ga de eerste keer met dit filmen. Dus nu gaan jullie mij en de Agba zien in plaats van alleen de Agba. En ik sta hier bij Bomialab. En we zijn binnen. Ik heb eerst nog een soort van brevet nodig om met de GoPro te mogen filmen. En dan pas mag ik filmen met de GoPro. Oké, dit zijn de beelden die jullie niet te zien krijgen in de professionele Bobbejaan review. Ik zoek een wc en ik wil echt super ver lopen. Ik weet niet waar de wc is. Dus we gaan nu in de Fury. Ja, Fury. Beter bekend als de McFlurry. En we gaan nu in de boomstammetjes. Dit ga je niet zien in de Bobbejaanland review, niet Plopsaland. Oké, we zitten in de boomstammetjes. En hey. Lekker snoep eten. Wow. Dat is toch raar, we kunnen gewoon snoep eten in de boomstammetjes. En nu gaan we de boomstammetjes doen. Niet de boomstammetjes van net, maar deze. Dus dit park heeft twee boomstammetjes binnen en buiten. En nu gaan we die van binnen doen. Dit doet mij een beetje denken aan Droomvlucht. Zij is nat, ik ben nat. That's what she said! Dus als je wilt weten hoe het er binnen uitziet, ga dan gewoon naar Bobbejaanland. Simpel of toch naar daar. En we gaan nu in de Big Bang. Kijk, dit zijn ook allemaal beelden die je niet in de Bobbejaanland review gaat zien. Omdat dit jaar geen achtbaan is. Dus daarom kijk je deze vlog, omdat je exclusieve andere attracties wilt zien dan alleen maar achtbanen. Dus we gaan nu in de Big Bang. Tweede keer Typhoon met onze expresspas voorsteken. Oké, onze dag is gedaan en nu ga ik zeggen in wat we allemaal zijn geweest. Als dit jou totaal niet boeit, spoel dan even door. Twee keer Typhoon, twee keer de Fury, drie keer de boomstammetjes outdoor, twee keer de boomstammetjes indoor, één keer die blauwe, dan ook één keer die hangende zwarte achtbaan en die zweefmolen en die hamer. Wacht, wat hebben we nog? En nog veel meer. Nog veel meer. Dus dit was het stukje. Ja, dit was het stukje. We gaan nu naar buiten. En dan gaan we nu officieel buiten. Netjes handen. En dat was de Bobbejaanland vlog. Wil je de Bobbejaanland review ook kijken? Dat kan zeker hier in het i'tje. En dan zou ik zeggen, dat was de vlog. Nu weet je wat het verschil is tussen de vlog en de review. Review is alleen bij achtbanen. En de vlog is met waterattracties en meer exclusieve beelden. Dus nu weet je dat. En ik ga nu terug de shuttlebus pakken naar huis.